Ik ben onderweg naar de supermarkt. En ik heb vandaag echt een superleuk pakketje gekregen van New Culture. Kijk even hoe gaaf deze outfit is. Dus mocht jij nog geen kleding hebben voor de kerstdagen of met nieuwjaar. En dat is dan mijn skincare routine voor vandaag. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Voor degenen die mijn vlog van vorige week hebben gezien, die weten dat ik vandaag bij mijn vader was bleef slapen. En dat ik vandaag een hele belangrijke dag heb voor mijn stage. Ik ga namelijk een hele dag meelopen op de operatiekamer. Daar heb ik super veel zin in, dus ik moet me nog even snel klaarmaken. Want het is nu 7:05 en ik moet in het ziekenhuis staan om 7:45. Dus ik ga nog even doordoen. Voor ik het vergeet, dit is de outfit van vandaag. Ik heb mijn haar even in een knot gedaan. Dan zit zoveel mogelijk uit de weg. Een crop sweater trui en mijn jeansbroek. Zo, ik ben terug thuis na echt een super lange dag. Ik heb tot 5:00 de operatiekamer gestaan. Het was echt wel super leuk. Ik heb 5 verschillende operaties mogen meekijken. Het was echt heel leuk. Maar wel heel vermoeiend. En daarna ben ik bij mijn stiefbroer gaan avondeten. Dus daar had ik ook mijn camera niet bij om iets te filmen. Het is ondertussen bijna 9:00. Morgen zit de wekker weer om 4:30. En dan moet ik weer terug naar stage. Dus ik ga slapen, want ik ben kapot. Dus ik zie jullie morgen weer. Hey hey, ik had nog niet gefilmd vandaag, bedacht ik me daarnet. Het is vandaag, geen idee eigenlijk wat dag het is vandaag. Het is donderdag en het is nu ongeveer 7:00 s'avonds. En ik heb vandaag echt een superleuk pakketje gekregen van New Culture. Deze video is ook gesponsord bij New Culture, dus ik wil jullie even laten zien wat ik precies heb gekregen. Ik heb het wel al uitgepakt, maar ik wil jullie toch even de items laten zien. Dus dat ga ik nog even doen. Kijk even hoe gaaf deze outfit is. Ik ben hier helemaal blij mee. Kijk ook even hoe glitterend dit topje is. Het zit trouwens dicht met een rits op de rug. Dus ik had wel even hulp nodig met het aandoen. Maar echt geweldig. En deze broek, trouwens van die flare pijpen. Ja, ik heb mijn outfit voor de feestdagen alweer klaar hoor. Echt heel erg nice deze. Dus mocht jij nog geen kleding hebben voor de kerstdagen of met nieuwjaar, ga dan zeker even naar de website van New Culture of ga naar hun winkel. Die zit in Nijmegen. Het is echt een super gave winkel. En ja, ga daar zeker even je kerstspulletjes halen, want het is echt een mega winkel met alleen maar glitterkleding en allemaal van dit soort items. Het is echt geweldig. In ieder geval super bedankt New Culture voor deze video te sponsoren. En ja, heel erg bedankt. Dit is in ieder geval de outfit voor vandaag. Het is deze hele lange zwarte jurk. En er zit zo'n kleine split hierin. En een heel erg leuk schattig vestje erop. Dus ik vind het echt een superleuke outfit. Deze is trouwens volledig van de Shein, als ik me niet vergis. Maar ik ben hier heel erg blij mee. Zo, ik ben onderweg naar de supermarkt. Ik heb wel een idee wat ik allemaal wil halen. Dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken voordat ik naar Sanne moet gaan. En anders moet ik een lekker middag eten vanmiddag. Dus ja, ik laat jullie zo zien wat ik gehaald heb en wat ik ermee ga maken. Goed, ik ben weer thuis en ik wil jullie even laten zien wat ik allemaal gehaald heb en wat ik ermee wilde gaan maken. Allereerst hebben we deze, daarvoor heb ik ook nog salade en zo. En dan wilde ik gewoon wraps maken met kipfilet en gerookte zalm en dan met kruidenkaas. Dan hebben we deze bladerdeeg met kleine knakworstjes. Want ja, daar wilde ik gewoon hele kleine bladerhapjes van maken. Dan deze, die moeten we gewoon in de oven doen daar zo. En deze, daar hoop ik dat ze gaan lukken, want dit heb ik nog nooit gedaan. Het zijn bladerhapjes met kruidenkaas
en gerookte zalm. En dan doe ik er nog wat kruiden bij. En dan hoop ik dat het lekker is. Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik ben benieuwd. Dus dat is de planning. Oké, de bladerdeeghapjes heb ik even in deze cupcake machine gedaan. Kijk. Ik hoop echt dat ze lekker worden. Het ziet er wel al lekker uit op zich. Beetje rommelig, maar ja, kon ook niet anders. Zo. En ik heb hier de knapworstrolletjes al in gedaan. Dus ik hoop echt dat ze lekker worden. Ik ben heel benieuwd. Alright, we zijn alweer een drie kwartier verder ongeveer. Maar de hapjes zijn klaar, dus ik ga het even laten zien aan jullie. Ik heb zelf van alles al even een stukje geproefd en het is echt geweldig geworden. Dus ik ben helemaal blij. Kijk, allereerst hebben we hier die kipwraps en daar de zalm. En er zit dan ook salade bij en zo. Super lekker. En hier zo de knokworstjes. En dit zijn die bladerdeeghapjes. Ze zien er een beetje bijzonder uit, vooral deze. Maar ze zijn echt geweldig. Echt super lekker. Ik heb er net al eentje open gesneden. Echt helemaal top deze. Zo, ik sta op punt om te vertrekken naar Sanne. Ik heb echt heel erg veel mee van spulletjes. Want Sanne en ik gingen ook samen nog een campagne shooten. Dus ik heb echt super veel zin in. Ik heb hier alleen een kat zitten die niet wil dat ik wegga. Want van net kroop hij al op mijn schoot terwijl ik al in de auto zit. Kijk, hij zit daar nu. Maar nu heeft hij geen aandacht meer. Maar in ieder geval, ik ga door. Ik heb er super veel zin in. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Kijk, allemaal super lekker eten. Oké, dit is wat we over hadden. Ik had natuurlijk weer veel te veel gemaakt, maar het was echt super, super lekker. Dus ja, dit is over. Oké, even snel outfit change gedaan, want Sanne en ik gaan vanavond nog naar de stad. Dus ik heb nu even een lange broek van haar aan en een topje die we toch allebei hebben. Dus ja, heel nice. Kijk. Helemaal, het is vandaag zondag. Ik ben net thuis van mijn werk. En ik ben momenteel bezig met mijn kamer een beetje aan de kant te doen. Want ik heb gisteren samen met mijn zusje heel mijn kledingkast nog opgeruimd. En ik ga de helft van mijn kleren op Vinted zetten. Dus de berg hier op de vloer komt allemaal op Vinted aankomende week. Mocht je mijn Vinted nog niet volgen, linkje staat in de beschrijving. Alle items komen in de loop van de week erop. Dus wees er zeker snel bij. Er zitten echt nog hele goede items bij die ik gewoon zelf niet meer draag. Bij sommigen zitten zelfs de kaartjes nog gewoon aan. Dus wees er zeker gewoon op tijd bij. Hey, het is alweer avond. Ik heb behoorlijk veel van de dingen die ik moest doen afgerond voor vandaag. En ik ben al de hele avond bezig met de voorbereiding van mijn kerstcontent. Want ik ben dus van plan om in december 2 video's per week te uploaden tot en met 20 december. En deze dan bijna puur gebaseerd over de kerst. Omdat ik zelf echt geweldig veel van de kerst hou. En ik kan ook echt niet wachten tot het zover is. Dus ik ben al helemaal bezig ervoor. Dus ja, kijk, ik ben hier zo al helemaal aan het plannen. Kerst wordt in ieder geval echt geweldig. En nou ja, in principe de content van heel december wordt dus echt gewoon super super leuk. Ik ga het zoveel mogelijk baseren alleen op de kerst. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ik kijk er zeker zeker uit naar mijn content van in december. Want ik ben nu al helemaal blij. Hey, het is vandaag maandag. En het is alweer bijna tijd dat ik überhaupt naar mijn bed ga. Maar ik bedacht me dat ik vandaag nog helemaal niks gefilmd had. Dus bij deze wilde ik jullie even mijn avondroutine laten zien. Want zoals je kon zien is mijn huid momenteel best wel rustig. En het zal waarschijnlijk ook weer gewoon de tijd van de maand zijn. Maar ja, daar wil ik wel iets aan gaan doen. Dus ik wilde jullie even stap voor stap meenemen in mijn avondroutine en wat ik allemaal doe. Allereerst gebruik ik deze. En dat is de foaming van de Clay & Glow. En die is super fijn om al je make-up vanaf te halen. Dus heel erg nice. En deze doe ik daarna met gewone make-up doekjes om even het zwarte van mijn ogen te doen. Nu heb ik alleen mascara op, dus dan is het niet zo heel veel. Maar als ik bijvoorbeeld ook nog een keer eyeliner en een oogschaduw op heb,
dan is dat best wel veel. Dus dan haal ik het ook nog een keer weg met een gewoon make-up doekje. Het maakt het altijd net iets schoner, vind ik zelf. Dan de volgende stap is deze. En dat is de Clay & Glow Face Wash. Deze ruikt echt super lekker en is ook echt heel erg goed voor je huid. Dus ik vind deze super fijn om te gebruiken. Onthoud wel dat ik al deze stappen echt alleen maar doe als mijn huid heel onrustig is. Normaal gezien doe ik alleen mijn gezicht wassen en met make-up doekjes en onder de douche dan scrubben. Daar komen we zo nog op. Maar deze stap gebruik ik vaak wel extra als mijn gezicht net wat onrustiger is. Want ik merk nu al met alleen het wassen dat mijn gezicht wel een stuk zachter is. Dus ja, vandaar ook deze extra stappen er nog bij. En dan de laatste stap ligt er meestal aan wat ik hierna ga doen. Ik ga nu hierna douchen. Dus dan gebruik ik deze. Dit is de even zien, de houtskool schoonmaak voor je gezicht. De eerste keer dat ik dit opdeed voelde het echt alsof je een soort menthol op je gezicht smeerde. Want het brandt een beetje. Maar het betekent dus dat je poriën echt helemaal open komen te staan. En dat je gezicht er veel beter uit gaat zien. Dus super nice is deze. Mocht ik nu hierna niet gaan douchen, dan gebruik ik deze van de Clay & Glow. Dat is een face scrub. En die kan je er gewoon heel makkelijk afhalen aan de wastafel. En die vind ik dus ook super super fijn. Dan voor straks als ik uit de douche kom, dan doe ik er nog een laatste dingetje op voor ik ga slapen. En dat is deze. Dat is de Complete Care Cream. En deze is echt een aanrader. Die is super super fijn. Deze doe ik altijd op als een soort nachtcreme. Maar je kan hem ook gewoon door de hele dag heen gebruiken. Want hij is super fijn. Het is eigenlijk een soort body lotion voor je gezicht. Maar dan ook nog een keer heel voedend. En echt heel erg fijn als je best wel een onrustige huid hebt. Want het is echt zo snel weg met deze crème. Het is echt geweldig. Dit is echt een wondermiddel. En dat is dan mijn skincare routine voor vandaag. Ik ga nu even douchen. Mijn gezicht even scrubben. Daarna ga ik dan die Complete Care erop doen. En dan ga ik slapen. Want ik moet er morgen weer om 4:30 uit voor stage. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei doei! Hey allemaal, het is vandaag dinsdag en ik bedacht me ineens dat ik nog niks had gefilmd vandaag. Eigenlijk gewoon omdat ik nog helemaal niks heb gedaan, echt dat ik kon filmen vandaag. Ik heb namelijk een vroege dienst gehad, dus van 7 tot 4:30 op mijn werk gezeten. En toen ben ik naar huis gekomen. Vanavond komt mijn vriend nog eventjes, maar dan moet ik ook best wel snel weer gewoon gaan slapen, want ik heb morgen weer een vroege dienst. En daardoor bedacht me eigenlijk dat mijn weekvlogs ook helemaal niet zo heel erg leuk zijn op deze weken. En nu had ik dus het idee om alleen te gaan filmen als ik echt iets ga doen. Of als ik echt iets wil laten zien aan jullie. Dus niet meer iedere dag, maar gewoon 3-4 dagen in de week dat ik iets film. Dat ik jullie meeneem als ik een keer een dagje weg ben of iets in die richting, zodat mijn video's tenminste wel wat leuker zijn. Want ik merk ook gewoon dat ik ze zelf ook gewoon wat minder leuk vind om te filmen. En ja, ik hoop dat jullie dat ook een leuk idee vinden. Dus ik ga dat gewoon vanaf volgende week uitproberen. De videodagen blijven gewoon hetzelfde. In december komen er super gave video's online, zoals ik het al in het begin van deze video ook al zei. Ik ben al de hele week bezig geweest met het content plannen en alles wat ik wil delen met de kerst. En ik heb er super veel zin in. Dus in ieder geval, de december content wordt echt geweldig. En ja, dat is dus de planning voor de komende tijd. Ik hoop dat jullie deze video nog wel een beetje leuk vonden. En ik hoop jullie voor de volgende video weer te zien. Doei doei!